Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Well, this is a good day. Dit is een goede dag. Thank you, Pastor JJ and Pastor Tessa, for your kind Pastor JJ love and Pastor hospitality. Tessa, voor uw liefde en gastvrijheid. We love them. We houden van ze. They're part of our family now. Ze zijn nu deel van onze familie. And it's always a pleasure and joy to travel with these great men and women of God. Het is altijd een plezier om te reizen met deze geweldige man en vrouw van God. I'm pretty sure you heard good things about Nicaragua. Ik weet zeker dat hij goede dingen heeft gehoord over Nicaragua. I don't know if Pastor JJ shared it or not, but he got a new name there. Ik weet niet of hij het met u gedeeld heeft, maar hij heeft daar een nieuwe naam gekregen. Just like I got the key today. I receive it, I believe it. En die heb ik gesleuteld naartoe. Ik heb het ontvangen van de leider. But he got a new name. Maar hij heeft een nieuwe naam gekregen. And I'm not going to tell you his new name. You have to ask him. En ik ga hem nu vertellen hoe hij daar nou heet. I didn't name him. Ik heb hem niet genoemd. Somebody named him in Nicaragua. Iemand heeft hem daar een nieuwe naam gegeven. But you know, the meeting that we did there. Maar de diensten die we daar hadden. It was so amazing. Het was zo bijzonder. Because the Lord kept it really strong and I don't even have word for it, but it always stayed up high. Maar de Heer hield het heel sterk en het bleef altijd op een hoogtepunt. And it started 9 a.m., ended around 5:30, 6 p.m. En de diensten begonnen om 9 uur en sloten om 5, 6 uur 's avonds. And so many breakthroughs and miracles and God moved in such a strong way. En zoveel doorbraken en wonderen en God die op een bijzondere manier bewoog. That news spread all over Central America now. Dat het nieuws dwars door Centraal Amerika ging. And they are asking us to come back. En ze vragen ons om terug te komen. So we got invitation to come to Panama. Dus we hebben een uitnodiging om te komen naar Panama. We got invitation to go to El Salvador, we Guatemala. Een uitnodiging om te gaan naar El Salvador en Honduras, naar Guatemala, naar Honduras. Nicaragua again. Naar Nicaragua opnieuw. All the way to Sacramento, California. Helemaal terug naar Sacramento, California. Hispanic speaking population. Latijnse volk. They're open to this event that we've been doing in Central America now that we call Limitless. Die zich openden voor dit wat we aan het doen zijn, die we nu Limitless noemen. And Pastor JJ is a great blessing. En Pastor JJ is een enorme zegen. Yeah, I would never pick somebody else over him in our team. Ik zal niemand eerder kiezen dan hem in het team. He brings a very special gift. Want hij brengt een heel bijzondere gave. It's just amazing how we work together. En het is heel bijzonder te zien hoe we samen kunnen werken. We were in Ukraine and for a whole day. I mean, we did a great damage to the devil in that country. We waren in Oekraïne en echt waar een hele dag hebben we zoveel schade gebracht aan de macht van de vijand. So this year we have so many things going on. India is coming. We're going to go to India together. En dit jaar hebben we zoveel dingen te doen. India komt eraan. We zullen samen naar India gaan. 20,000 people in the meeting. Er zullen 20,000 mensen zijn and in de dienst. It's a conference. En het is een conferentie. So it starts early morning, goes all the way till 9 p.m. En het begint 's morgens vroeg en het gaat door tot 's avonds 9 uur. And you know we got people live there in that conference area, so they just can't go back home. En dus veel mensen wonen daar in het gebied, dus ze kunnen gewoon niet meer weg. They all stay for 3 days. Ze blijven daar gewoon 3 dagen. Can you imagine the way these people will be impacted when they stay 3 days together? Kun je je voorstellen de impact dat het heeft op de mensen als ze daar 3 dagen lang door blijven gaan? And then February we are going to Nicaragua for a bigger event. En in februari zullen we teruggaan naar Nicaragua voor een grotere event. Where there will be 100,000 people. Waar er 100,000 mensen zullen zijn. En de conferentie gedurende de dag. And then El Salvador. El Salvador. We are expecting 50,000 people in the conference. We verwachten 50,000 mensen in de conferentie. You know, this year what we are doing is. Weet u wat we dit jaar doen? We're not just preaching the gospel. We prediken niet alleen maar het evangelie. But we are empowering believers. Maar wij bekrachtigen gelovigen. If you want to change the nation. Als je een natie wil veranderen. The power needs to go back to the pews. Dan moet de kracht terug in de banken. Where everybody knows how to preach the gospel.
cast the devil, heal the sick. Waar alle gelovigen weten hoe het evangelie te prediken, demonen uit te drijven en zieken te genezen. And that's what I want to share today. En dat is wat ik vandaag wil delen met u. Mark chapter 16. Marcus 16. We all love to quote verse 15. Wij houden allemaal van vers 15. But we know before verse 15 there is verse 14. Maar wij weten dat voor vers 15 is vers 14. Verse 15, Jesus gave the commissioning to his disciples. En in vers 14 werd de roep uitgegeven aan de discipelen. He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Hij zei tegen ze, ga de gehele wereld in en predik het evangelie aan alle schepselen. When he gave that commissioning to these people, en toen hij de opdracht gaf aan het volk, what kind of spiritual life they were living in. Wat voor geestelijk leven hadden ze eigenlijk? What was their stage in their Christian life? Wat was de staat van hun geestelijk leven? How strong were they in their faith? Hoe sterk waren ze eigenlijk in het geloof? We find out about their real maturity, real Christian life in verse 14. In vers 14 lezen wij over hun volwassenheid en hun christelijk leven. Verse 14 says that these people were hardened in their hearts. Vers 14 zegt eigenlijk dat ze een hardheid van hart hadden. They were full of unbelief. Ze waren vol ongeloof. And they were not even fully convinced that Jesus has risen from the dead. En ze waren niet eens volledig overtuigd dat Jezus uit de dood was opgestaan. And while they swung between doubt and faith. En terwijl ze zo overgingen van geloof naar ongeloof. Jesus understood this thing. Begreep Jezus dit. That this is the only group he got. Dit is de enigste groep die hij heeft. And this is the group he's going to take to change the world. En hier moet hij mee werken om de wereld te veranderen. And if there was hope for Peter, if there was hope for John, there is hope for you and for me. En er was, als er hoop was voor Petrus en hoop voor Johannes, dan is er ook hoop voor u en mij. Amen. Amen. See, we read the epistles. Dus we lezen de evangeliën. And we see how these people from the gospel have grown and become apostles and prophets and pastors and pioneers in God's kingdom. En we zien hoe ze uitgroeiden en profeten werden en apostelen werden en pioniers in het evangelie. But we don't see their beginning. Maar we zien heel vaak niet hun strijd. They were not all strong in the beginning. En ze waren in het begin niet allemaal sterk. They didn't have all their doctrines in order in the beginning. Ze hadden niet alle doctrines op een rijtje in het These begin. These were not the men of great faith when they received the mantle from heaven. Dit waren niet mannen van groot geloof toen ze een mantel uit de hemel ontvingen. They created a lot of mess. Ze hadden heel veel rotzooi ook gemaakt. If you think that after Acts chapter 2 these people became perfect, you are mistaken. En als je denkt dat na Handelingen 2 die mensen in één keer volmaakt waren, dan heb je het fout. Because they went through a process. Want ze gingen door een proces heen. But there is something about the grace of God. Maar er is iets aan de genade van God. You don't get because from heaven because you deserve it. Je ontvangt niet uit de hemel omdat je het toekomt. You get from heaven because God picks you and he chooses you, he anoints you. Je ontvangt uit de hemel omdat God je kiest en jou zegent. And he doesn't use you because of your weaknesses but despite of your weaknesses. Hij gebruikt je niet vanwege je zwakheden maar ondanks je zwakheden. There are a lot of people looking into perfection. Er waren veel mensen die leven in perfectie. We all want to be perfect. We willen allemaal in perfectie leven. That's the reason we wear the clothes the way we wear, the style. Daarom dragen we de kleren die we dragen en de stijlen die we hebben. Because we are impressing people. Want we willen indruk maken. I tried to put that scarf on my head. I was too hard. I took it out. Ik probeerde ook maar een sjaaltje te doen als Pastor Johan, maar ik had het veel te warm ervoor. I was just copying Pastor JJ. Ik wilde gewoon hem nadoen. I tried to grow my hair so that I can blow it. Ik probeerde mijn haar te groeien zodat ik zo ook zo kon blazen. People loved it in Nicaragua, you know. Mensen vonden het in Nicaragua prachtig. He would be all sweating. Hij was helemaal aan het zweten. And he would be going, heen en weer ging hij. En blazen met dat haar. I couldn't grow my hair like that. Ik kon mijn haar niet zo laten groeien. He has perfect hair. Hij heeft prachtig haar. I don't. Ik heb het niet. I need all kind of products to keep it intact. Ik moet allemaal producten in doen zodat het op zijn plaats blijft. Amen. Amen. We are called. We zijn geroepen.
Because God picks us up. Want God die heeft ons uitverkoren. That is something about the grace of God. Daar is iets uit in de genade van God. When I look at the Great Commission here. Als ik naar die geweldige opdracht kijk. You know what I see? Weet u wat ik dan zie? I see Jesus who had been crucified on the cross. Dan zie ik Jezus die gekruisigd is. And what happened on the cross? En wat gebeurde aan het kruis? We love talking about that. We houden daarvan om te spreken. Oh, he took away my sicknesses. Hij nam mijn ziekte op zich. My pain became his pain. En mijn pijn werd zijn pijn. My fear became his fear. Mijn angst werd zijn angst. My sickness became his sickness. Mijn ziekte werd zijn ziekte. My curse became his curse. Mijn vloek werd zijn vloek. My sin became his sin. Mijn zonde werd zijn zonde. He became my substitute. Hij kwam voor mij in de plaats. We love singing that. We houden ervan om te zingen daarover. But don't stop there. Maar hou daar niet, stop daar Go niet. A little one step further. Neem dan nog een stapje verder. Now let his righteousness become your righteousness. Laat zijn gerechtigheid ook jouw gerechtigheid Now let worden. Let his passion become your passion. Laat zijn passie ook jouw passie worden. Let his dream become your dream. Laat zijn droom ook jouw droom let worden. Let his joy become your joy. Laat zijn vreugde ook jouw vreugde let worden. Let his desire become your desire. Laat zijn verlangen ook jouw verlangen worden. Let his kingdom become your kingdom. Laat zijn koninkrijk ook jouw koninkrijk worden. What are you talking worden. About? Daar spreek ik over. Cross took that exchange. De uitwisseling bij het kruis. Don't stop at that selfish stop where you just receive one way. Stop daar niet, daar waar je alleen maar ontvangt van één kant. But pick up the mantle. Maar neem die mantel op. Jesus's dreams and desires. Jezus zijn dromen en verlangens. What was his dreams and desires? Wat waren zijn dromen en verlangens? He said in his own word, by his own, in it, through his own words. Hij zei het door zijn eigen woorden. For this reason the Son of Man was manifested. Hierom is de Zoon des Mensen geopenbaard. So that he may destroy the works of the devil. Zodat de werken van de vijand geopenbaard zullen worden. He said, I came to seek and save that which was lost. En hij zei, ik kwam om te redden die verloren was. This commissioning. Deze boodschap. Where we go out and preach the gospel. De opdracht die we daar uitgaan om het evangelie te prediken. That's the heartbeat of Jesus. Dat is de hartklopping van Jezus. I don't care what your dreams and desires are. Het maakt me niet uit wat die dromen en verlangens in zijn. In natural, I'm talking. In het natuurlijke. Well, I want to be an engineer. Great for you. Ik wil een ingenieur worden. Geweldig. I want to be a businessman. Great. Good Ik for you. Ik wil een zakenman worden. Geweldig. I want to be a musician. Good. Ik wil een musicus worden. Geweldig. I want to be a policeman. Doctor. Great. Ik wil een politie. Man worden, dokter, But geweldig. That's your dreams as a worldly, as a natural person. Dat is geweldig. Zijn de dromen van een natuurlijk mens. And maybe God called you in those areas to live on this earth. En misschien heeft God u ook geroepen in dat gebied om te leven op aarde. But I don't care whether you are a doctor, engineer, businessman. Maar het maakt niet uit of u een dokter, ingenieur of zakenman bent. But as a spiritual person. Maar als een geestelijk mens. We all have one desire. Hebben we allemaal één verlangen. And we need to have that one vision. En we hebben het nodig om die ene visie te hebben. That is to go into all the world. Dat is om de hele wereld and in te gaan. Preach the gospel. En het evangelie te prediken. Because that's what burns in Jesus's heart. Want dat brandt in het hart van Jezus. And if we are his true disciples. En als wij zijn echte discipelen zijn. And if we are really saved. En als we echt gered zijn. We need to pick that burning desire. Moeten wij die brandende verlangen nemen. And say, Lord, if my problem became your problem. En zeggen, Heer, mijn probleem. Is uw probleem geworden. Then your problem becomes my problem. Dan wordt uw probleem ook mijn probleem. I'm gonna go into all the world. Ik ga in de hele wereld in. Because I know you cannot go without me. Want ik weet dat u niet kunt gaan zonder mij. I am going to go. Ik zal gaan. And I'm going to preach the gospel. En ik zal het evangelie prediken. That's something eternal. Dat is iets eeuwigs. That's something real. Dat is iets echts. That's what you call becoming one with Jesus. Dat is wat we noemen één worden met Jezus. Hallelujah. Hallelujah. Think about it. Denk daar eens over na. A lot of times we say, well, I'm not a preacher. Good. We don't need more preachers. Vaak zeggen we, nou, ik ben geen prediker. Nou, prima. We hebben niet veel meer predikers nodig. Wait for Pastor JJ to retire. Wacht tot Pastor JJ op pensioen gaat. We don't need more preachers here. He's a good preacher. Hij is een goede prediker. He's not going to retire. I know him. Hij gaat voorlopig niet op pensioen, dat weet ik wel. But you see, when it comes to the ministry, everybody wants to go behind this pulpit. Maar weet je, als het om bediening gaat, wil iedereen achter deze preekstoel staan. But this is not where your ministry starts. Maar dit is niet waar je bediening begint. Our ministry is in the world. Onze bediening is in de wereld. This is the place of training.
Dit is een plaats van training. This is the place of getting equipped. Dit is een plaats om toegerust te worden. This is the place to grow in the Lord. Dit is een plaats om te groeien in de Heer. So that we can be useful in the work of the ministry. Zodat we bruikbaar kunnen zijn in het werk van de bediening. You know, we live in a perfect society, right? Weet u, we leven in een perfecte maatschappij, toch? Perfect society. Perfecte maatschappij. Where you can't take the job unless you have right qualifications. Waar je geen baan kan krijgen tenzij je de juiste kwalificaties hebt. But that's not how God works. Maar zo werkt het niet bij God. Because his ways are not our ways. Want zijn manieren zijn niet zoals die van ons. The way I received my call was very, very strange. De manier waarop ik mijn roeping kreeg was heel raar. I looked for dreams and visions at that time. Ik zocht naar dromen en visioenen in die tijd. And I got none. En ik kreeg helemaal niks. I looked for prophets. En ik was op zoek naar profeten. And prophets stayed away from me. En profeten bleven bij mij uit de buurt. I looked for encouragement. En ik zocht naar bemoediging. And all I got was discouragement. En alles wat ik vond was ontmoediging. Of course, you know, I was not all humble and good either. Weet je wel, ik was ook niet zo nederig en goed. Always carried a needle in my pocket. Ik had altijd een naald in mijn zak. And I would just stand there and just poke people. En ik stond daar en ik kon mensen ermee perken. Not literally, spiritually, niet you know. Letterlijk, maar geestelijk, weet je wel. Just poke them. And they would get upset with me. En ik prikte overal en ze werden geïrriteerd say, met mij. You are so arrogant. En ze zeiden, wat ben jij arrogant, zeg. God is never going to use you. God gaat jou nooit gebruiken. And some of them will say, well, how did you hear the call of God for your life? En sommigen zeiden, en hoe heb jij de roeping van God over je leven gekregen? Did you have a dream? Heb je een droom gehad? I mean, they will give me 10 questions to fulfill. To answer. Ze gaven me wel 10 vragen waar ik and aan moest voldoen. Come back to the same conclusion. En allemaal kwamen ze tot dezelfde conclusie. God, did not call you. God heeft je niet geroepen. God, did not anoint you. God heeft je niet gezalfd. And you should stay away from the ministry. En je moet wegblijven bij de bediening. Because you're going to do more damage than good. Want anders breng je meer schade dan goed. But I wanted to be in the ministry. Maar ik wilde graag de bediening zijn. I wanted to preach. Ik wilde preken. And then God didn't help me at that time either. En God hielp me ook niet in die tijd. It seems to me that the anointing stayed away from me. Het leek wel of de zalving ver weg bij me bleef. You know, some of you can at least feel something. Weet je wel, sommigen kunnen wat voelen tenminste. I didn't feel anything. Ik voelde helemaal niks. I remember I shared this in Nicaragua. Ik heb dit gedeeld in Nicaragua. Ik weet het nog. A preacher, you know, I saw a preacher on the television. Ik zag een prediker op tv. And he carried the taser gun in his hands. En hij had net een taser in zijn hand. You know taser guns? Weet u wel wat een taser is? In America we get taser if you don't listen to the police. In Amerika als je niet luistert naar de politie word je getaserd. And now they started shooting too. So en nu beginnen ze ook al te schieten. You gotta be careful. Dus je moet oppassen. Taser, you know, they shoot you, you go down on the floor. Weet je wel, shake. Je wordt getaserd en je ligt dan op de grond. And this preacher carried that spiritual taser gun. En deze prediker die had een geestelijke taser. En ze gingen neer. And I said, man, that's a good thing. En ik dacht, wow, dat is een goed iets. I need to have that. Ik moet dat hebben. Because then I can knock these people down. Want dan kan ik die mensen neerslaan. Who don't like me. Die mij niet leuk vinden. Because I saw everybody go down when this preacher. Want ik zag al die mensen neergaan met well, die prediker. Well, the preacher from the television never came to my city. Nou ja, die prediker uit de tv die kwam nooit naar mijn stad. But his protege came. Maar zijn leerling kwam naar de stad. And that preacher was exactly like him. En die was net zoals hem. People down. En de mensen gingen neer. And I said, I need this. En ik dacht, dat moet ik ook hebben. So I started looking in the Bible how to get this anointing. En ik begon in de Bijbel te zoeken hoe krijg je die zalving dan. And guess what I found out? En denk eens, raad eens wat ik toen vond. I thought if you could serve the preacher enough. En ik kwam het tegen als je de bedienaar genoeg kan dienen. And help him. En hem helpen. And just give him water. En hem water geven. Drive him. En hem rondrijdt. Carry his Bible. En zijn Bijbel draagt.
then somehow their anointing will jump from him on your head. Dan op een of andere manier gaat die zalving dan van hem zo voep op je over. And man, I carried his Bible. Jongen, ik heb zijn Bijbel gedragen. I drove him. Ik heb hem rondgereden. And I heard him. He was not a good preacher. Hij was niet zo'n goede prediker. I mean, he was the most boring preacher I came across. Hij was een hele saaie prediker. And I would just sit there and like, my God. En ik zat daar en ik dacht, mijn hemeltje lief. He is going for 2.5 hours. 2.5 uur lang and praat hij door. Making no sense whatsoever. En het heeft begin but nog I wanted end. His anointing. Ik snap die zalving niet. So I was serving him. Maar ik wilde die zalving en ik dacht, ik dien hem. For 3 days. En voor 3 dagen. I went through this whole torture with this man. Ben ik flink door elkaar geschud door die man. So on the third day. Dus op de derde dag. He said. Zei hij, I'm going to anoint everyone. Ik ga iedereen zalven. And I'm going to pray for you for the impartation. En ik ga voor je bidden voor de impartatie. And there will be a supernatural transfer. En er zal een bovennatuurlijke transfer and zijn. And I said, that's it. En ik dacht, dat is het. That's my day. Dit is mijn dag. I gotta get the transfer now. Ik moet die overdracht hebben. So I got all ready. Dus ik maakte me klaar. Now for 3 days I've seen people fall down. Nu 3 dagen lang heb ik mensen zien vallen. And I have interviewed them personally. En ik heb ze persoonlijk geïnterviewd. I said, well, how did you feel it when you go down? En ik zei, en wat heb je gevoeld toen and je one viel? Lady told me. En één dame zei tegen mij. The moment he laid hands. Toen hij de handen I oplegde. I felt dizzy. Voelde ik me. Gewoon flauw vallen. En ik viel gewoon weg. Oh, I said, that's good. En ik dacht, oh, then dat is I goed. Asked another brother, I said, what en happened ik, to you when you went en down? En ik vroeg nog een andere broeder, wat is er gebeurd toen je viel? Oh, he said, when the moment he laid hands. En hij zei, nou, zodra hij mijn handen just oplegde, disappeared. Verdween ik gewoon. And next thing I know, en het volgende wat ik wist, I was on the floor. Ik lag gewoon op de grond. Okay, I said, that's good. Ik dacht, oké, dat is goed. You disappeared. She fainted. Jij she got dizzy. Verdween. Zij viel flauw. I said, anything particular you were doing when he laid hands? Was er iets wat je aan het doen was toen hij je de handen oplegde? And they said, well, we were just praying to God and just, you know, seeking him. Nou our ja, concentration we on waren him. Gewoon aan het bidden en God aan het zoeken. Onze concentratie was op de Heer. I had covered my groundwork, you know. Dus now, I know weet je wel, ik doe gewoon mijn voorwerk. Moet je gewoon doen, hè? So he calls everybody. Dus hij roept iedereen. And I'm sitting in the front row. En ik zit op de voorste rij. Of course I'm helping him. Want ik help hem natuurlijk. And we all run towards the platform. En we rennen allemaal naar voren. And I wanted to be the first. En ik wilde de eerste zijn. But this lady outran me. Maar deze dame was me te snel af. And she stood first. En zij was als eerste. And I thought I'll be the second. En ik dacht, nou dan word ik de tweede. And by that time somebody else slipped in the middle. Maar tegen die tijd stond er ook al iemand voor then me. I wanted to lock that person in my head. Ik wilde die wel in een houtgreep nemen. I don't want the third anointing. I want the first fresh. Ik wilde niet de latere zalving. Ik wilde een frisse zalving. So here I stood there. En hij stond daar. And just watching, you know, like with little, just with peeking a little bit. Ik stond daar en ik kreep een beetje, keek zo een beetje zo aan de zijkant naar mijn ogen. Man of God came and he touched the first person. En die man van God kwam en die raakte de and eerste said, uit. Fire! En hij zei vuur. And the man went down. En die man die viel neer. The sister actually. De zuster. Oh, I said, that's good, it's working now. En ik denk, oké, nu werkt het. He laid the hands on the second one. En hij legde de handen op de tweede. And that person went down, I mean, hit the floor. Like somebody boom, knocked that person with a... En viel op de grond, alsof iemand hem een grote duw gaf. And then it came my turn, I was ready. En toen was ik aan de beurt, ik was er helemaal klaar voor. Man, I was ready. Ik was er klaar voor. My legs were not tight. Ik zorgde dat mijn benen niet te stijf waren. I was so loose that even if the fly landed on my shoulder, I would go ik down. Ik was zo losjes dat zelfs als een vliegje op mijn schouder ging staan, ik zou vallen. I said, okay, I gotta be ready here now. Ik dacht, okay, ik moet er hier allemaal klaar voor zijn. And this preacher started praying. En deze man begon te bidden. I mean, he started first. He said, touch like this. En eerst zei hij, raak aan. Fire. Vuur. Nothing happened. Gebeurde niks. But he blew on my chest. En hij blies op mijn borst. Because he wanted me to have something too. I've been want serving hij wilde this ook natuurlijk dat ik wat zou ontvangen. Ik was de hele tijd met hem bezig en aan dienen. I was just ready to go, you know. Ik stond klaar om te vallen, weet but je wel. But then I didn't go down at all. En toen viel ik helemaal niet. Then he touched his right. He grabbed me with his one hand. En hij pakte me vast met één hand. And nothing happened. En er gebeurde niks. He touched with me with both hands. En hij raakte me beide handen aan. And gave a little gentle push, you know, like heel voorzichtig klein duwtje gegeven.
But you know, I didn't want to go on my own self. Weet je, ik wilde ook niet uit mezelf gaan vallen. I needed just 1%. That's it. Weet je, ik had maar 1% nodig. I mean, just one goosebump. Weet je wel, één kippenvelletje. And I would have gone down by myself. En ik zou gewoon zelf zijn gevallen. But I'm not going down without one goosebump. Maar ik ga niet neer zonder één kippenvelletje. So you try to push me gently, you know, like how slowly. Dus heel voorzichtig raakte hij me aan. I was ready, but I didn't feel anything, so I just jumped back again. Ik was klaar, dus ik ging heen en terug. Ik voelde niks, gebeurde niks. And then, you know, he spent some time. En hij nam even de tijd ervoor. And then he went to the next person. En toen ging hij naar de volgende. But before he could touch that person. En voordat hij de hand uit kon strekken naar die persoon. That person went on the floor. Viel die. By the end of that conference, aan het eind van de conferentie, the only two people that were standing, waren er maar twee mensen die stonden, was me and the preacher. Dat was ik en de prediker. Now you can imagine what I went through. Je kunt je voorstellen hoe ik me voelde. I had to go like this, you know. Ik moest zo gaan. Sorry. And as I went through, I'm like, Lord, this person, I know this. This is the biggest gossiper in the country. En terwijl ik zo langs ging, dacht ik, die kan roddelen. And this man is not even charismatic. En deze is niet eens charismatisch. And I don't think this sister is saved either. En ik denk ook niet dat deze gered is. I just read the profile. Ik had een heel profiel van die mensen. I was so bitter with God. En ik was zo bitter op God. I said, Lord. En ik zeg, Heer. I want to preach the gospel. Ik wil het evangelie prediken. I've been fighting these giants, the Goliaths you have put in the kingdom en, of God. En ik vecht tegen die Goliaths, die reuzen die in het koninkrijk neerzet. They come down and mock me every day. Ze komen dagelijks om mij te bespotten. These preachers don't believe in me. Deze predikers, deze geloofden in mij. See, I didn't want to preach just for because I wanted to. I really wanted to preach. Weet je, ik wilde niet gewoon prediken omdat ik gewoon wilde prediken, maar ik wilde echt prediken. My heart was right. Mijn hart ging uit naar God. My head was wrong. Maar mijn gedachten waren verkeerd. As long as your heart is right, God will use you. En als je hart goed zit, dan wil God je best wel gebruiken. Amen. Amen. I wanted to be used of God. Ik wilde gebruikt worden door God. And then, you know, I came home. Weet je, toen ging ik naar huis. I said, that's it. Toen dacht ik, nou, ik heb het gehad. There's nothing for me in God's kingdom. Er is voor mij niks in het koninkrijk van God. I think God has rejected me. Ik denk dat God mij afgewezen. I can take care of man's rejection. I can never fight God's rejection. Als een mens me afwijst, nou ja, tot daaraan toe. Maar als God me afwijst, dan kan ik niks meer. But thank God for the Holy Spirit. Maar God zij dank is er een Heilige Geest. The Holy Spirit started talking to me. De Heilige Geest begon mij te spreken. He said, whose word will you believe? En hij zei, in wiens woord zal je geloven? I said, Lord, of course I believe your word. En ik zei, Heer, natuurlijk geloof ik uw woord. And he reminded me of Mark chapter 16. En hij herinnerde mij aan Marcus 16. And I opened my Bible. En ik opende mijn Bijbel. And I read that scripture that I'm reading today, that I read today. En ik las die Bijbeltekst die ik vandaag las. He said, go into all the world and preach the gospel. En het zegt, ga in heel de wereld en predik het evangelie. And then he said, these signs will follow. En het zegt, dan deze tegenen zullen gelovigen volgen. Als je gelooft in mijn naam. If you believe in my name. Als je gelooft in mijn naam. You will cast out devils. Dan zul je demonen uitdrijven. You will heal the sick. Je zult de zieken if genezen. If you drink any deadly poisonous thing, it will not hurt you. Als je iets dodelijks zal drinken, dan zal het je niet schaden. You will speak in new tongues. Je zal spreken in nieuwe tongen. And the Lord said, do you believe in my word? En God zei tegen mij, geloof jij in mijn woord? I felt it so strong. Ik ervoer dat heel sterk. I said, yes, Lord. I believe. En ik zeg, ja, Heer, ik geloof. I believe, I said. Ik geloof, zei ik. I'm gonna go. Ik ga. And I'm going to preach based on this word. En ik ga prediken gebaseerd op het woord. But I still need to fall down. Maar ik moet toch wel vallen, because hoor. I believe in falling down. Want ik geloof in and het I vallen. And I want this falling down. En ik wil het vallen. So I got in my bedroom, locked myself in. Dus ik ging mijn slaapkamer in, deed mijn deur dicht. And I made sure there was a bed behind me because we didn't have no ushers. En ik zorgde ervoor dat er een bed achter mij was. And I lifted my both hands. En ik hief mijn handen op. And I said, in the name of Jesus Christ of Nazareth. En ik zeg, in de naam van Jezus Christus, I receive the anointing to preach the gospel. Ontvang ik de zalving om het evangelie te prediken en de demonen uit te drijven. And heal the sick. En de zieken te genezen. And I threw myself on the bed. Just en ik liet mezelf vallen op het bed. And I got up. En ik stond op. And I said, I've received it. I got it. En ik zeg, ik heb het ontvangen. And I danced a little bit in the room. En ik danste een beetje in mijn kamer. I dance only when I'm by myself. Ik dans veel als ik alleen ben. I got no moves. Ik kan niet zo goed bewegen. So,
I danced, I came out of the room. En ik danste. En ik kwam mijn kamer uit. And I said to my parents. En ik zei tegen mijn ouders. Guess what happened in the room. Raad eens wat er gebeurd is. This is what happened. Ze zeiden, wat is er gebeurd? God met me there. Ik zeg, ik heb God He anointed me. Hij heeft me gezalfd. The spirit came upon me. De geest kwam over And mij. I fell on that bed. En ik ben op het bed gevallen. They rejoiced. They said, oh, praise God. Ze verheugden zich. Ze zeiden, prijs God. But you know. There's always challenges when you go. Er zijn altijd van die uitdagingen als I je tried. Gaat. After that I started preaching. Ik probeerde te prediken. I gave up debates. Arguments. Ik deed aan een debat. I learned to keep my mouth shut. En ik leerde mijn mond ook te houden. I said I'm going to go and preach. That's all I'm going to do. I'm not here to convince anybody. Ik ben hier niet om iemand te overtuigen. Ik ga gewoon preken. I'm not going to poke anybody. I'm not going to offend anybody. Ik ga niemand prikken. Ik ga niemand beledigen. I got to go to the sick people. Ik ga gewoon naar de zieken. I got to go and cast the devils out. En ik moet daar de demonen uitdrijven. But the problem was I've seen too many horror movies. Maar ik had te veel horror gezien. I was always a little scared of the demons. Ik was altijd een beetje bang voor demonen. I was just a young man at that time. Ik was een jonge man in die tijd. I mean, I looked tough, but somehow in the heart I had. Ik zag er heel stoer uit, maar ik had maar een klein hartje. You know, I would be in the dark and somebody said, "Whoop!" I would jump up. Als ik in het donker was en iemand zei, "Whoo!" dan schrok ik al. So I'm like, okay, let's not deal with the demons now. Let's gradually go up. Oh ja, laten we de demonen even met rust laten. Dat doen we later. So I started looking for sick people. En dus ik was op zoek naar zieken. To lay hands on them. Zieke mensen om handen op te leggen. Nobody was getting healed. Maar niemand genas. I laid hands on the deaf, nothing happened. Ik legde handen op de doven, gebeurde niks. I prayed over the stomachache, nothing happened. Ik bad voor de maagpijn, gebeurde niks. Then I thought maybe I'll do with the headaches, you know, let's start gradually. En toen dacht ik, nou ja, laten we klein beginnen. Ik doe dan de hoofdpijnen. Nothing happened with the headaches. Gebeurde ook niks met de hoofdpijnen. Then I organized the gospel crusade. Toen heb ik een gospel crusade. It was a youth crusade. Crusade. The young people were supposed to come. En de jongeren voor de jongeren. Hundreds of them, they were supposed to. Honderden jongeren moesten komen. From all over. Van overal. Four of them showed up. Vier kwamen opdagen. It was me, my organizer. Het was ik, mijn organisator. And two poor young souls. En twee arme zielen. They were already saved. Die al gered waren. And I already knew was to preach the gospel. En mijn opdracht was om het evangelie te prediken. I preached the gospel. En ik predikte het evangelie. And those that were saved already got saved. En die gered waren werden nog eens een keer gered. I didn't know what else to do. I gave the altar call. They obeyed. Ik wist ook niet wat ik moest doen. Ik heb een uitnodiging gedaan en ze kwamen naar voren. Then I thought to myself, it's not working in the city. En toen dacht ik, okay, het werkt niet in deze stad. So let's go to a different city. Dus ik ga gewoon naar een andere stad. So I gathered up a group. Dus ik verzamelde een groep. Remember I told you, I said everybody, God met me in the room. Weet je wel, ik had toch tegen iedereen gezegd, God heeft me ontmoet in de kamer. I gathered up the group to go. Dus ik wilde dat de groep meeging. It was a very special group. En het was een speciale groep. Every single one was a special man and a woman of God. En allemaal waren een speciale man of vrouw van God. One was very humble. Eén was heel nederig. Extremely humble. Ontzettend nederig. He always said, I'm an insect. En hij zei altijd, ik ben een insect. Oh, I'm an insect in the kingdom of God. Ik ben een ander kruipsel insect in het koninkrijk van God. And then he would lay hands on me. En dan legde hij mijn handen op. And he would say, in the name of Jesus. En dan zei hij, in de naam van Jezus. Lord, I remove every arrogance from this young man's life. Heer, haal alle arrogantie uit deze man. I didn't like him. Ik mocht hem niet zo. But he always followed me. Maar hij volgde me altijd. And then there were others. En toen waren er ook anderen. They had their own doubts. Ze hadden hun eigen twijfels. But I don't know why they followed him. Maar ik weet ook niet waarom ze meegingen. So we came to this city far, far away from our own. Dus wij gingen naar zo'n stad ver weg uit onze eigen stad. And it was the dead church. You have never seen such a dead church in your life. En het was een dode kerk. Je hebt nog nooit zo'n dode kerk gezien. You know, when somebody dies, like in the Bible, Lazarus died. Weet je wel, als iemand sterft, zoals in de Bijbel, dan zie je Lazarus was dood. And then after some days, they start stinking. En na een paar dagen beginnen ze te stinken. And then they're just done. En dan is het gewoon they don't gebeurd. Stink anymore. Dan is het zo erg dat ze niet eens meer stinken. This church was like that. No nou, more stink. That's deze kerk was zo. Ze was zo dood dat het niet meer stonk. Mummies sitting there. Het waren mummies. The pastor. De voorganger. He didn't go much to the church himself. Hij ging zelf niet vaak naar de kerk.
I don't blame him. Ik kan hem ook niet kwalijk nemen. I wouldn't go myself if I was the pastor of that church. Ik zou ook niet gaan als ik de voorganger was. But he let me come and preach in his campground, in his church compound. Maar hij liet me komen en prediken daar. He said, well, you can do whatever you want to do as long as you don't offend our religion. Hij zegt, nou, je kunt doen wat je wil, als je ons maar niet beledigt. I said, okay. En ik zei, okay. So we took these big posters. Dus we hadden grote posters gemaakt. Well, that was a fake picture of mine with holding the microphone. Now, remember, I've never held a microphone. Het was een nepfoto van mij, die de microfoon vasthield zo. Want ik had nog nooit de microfoon vastgehouden. And there were crutches being lifted up in the air. En er waren krukken die omhoog gehouden werden. Not me, just up in the air itself. Niet ik, maar ze zweefden gewoon in de lucht. And it said, the lamb, the deaf will hear, the blind will see, the lame will walk. En het zei, de doven zullen horen, de blinden zullen zien, en de lammen zullen lopen. And when the pastor saw that in the city. En toen de voorganger dat zat in de stad. He almost died that day. Stierf u zo wat bijna. He came back. Hij kwam terug. He gathered all of us. En hij haalde ons bij elkaar. He said, whose meeting is this? En hij zegt, wiens samenkomst is dit? I was the youngest among them. Ik was de jongste tussen hen. I said, I'm the main preacher. Ik zeg, ik ben de hoofdprediker. He said, young man. Hij zei, jonge man. Who are you? Wie ben jij? I gave my name. He said, I know your name. Ik gaf mijn naam. Hij zei, ik weet wel hoe je heet. Who anointed you? Wie heeft je gezalfd? I said, God anointed. Hij zei, God heeft me gezalfd. He said, I don't care about God. Which denomination anointed you? Hij zei, ik kan me niet schelen van God. Welke denominatie heeft je gezalfd? I said, nobody anointed me. Ik zei, niemand heeft me gezalfd. Will you anoint me? I've been looking for ordination. Zal je me, ik zoek al naar ordinatie. Wil je dat doen dan? He said, no, I won't ordain you. Het is absoluut niet, ga je niet ordineren. And let me ask you, did anybody ever get healed in your meeting? Laat me je vragen, is er iemand eens genezen in je dienst? I said, no. En ik zei, nee. What, you mean nobody got healed? Je bedoelt, niemand is genezen? I said, this is my first. Hij zei, nee, dit is de eerste samenkomst die ik hou. He said, did you even not even try in your own city? Hij zei, heb je niet eens geprobeerd in je eigen stad? I said, I tried, it didn't work. Ik zeg, ja, ik heb wel geprobeerd, maar het werkte niet. And the Bible says, unless you go, you know, the prophet is disrespected in his own city. En u weet je wel, de Bijbel zegt dat de profeet niet erkend wordt in eigen stad. He said, are you a prophet? Hij zegt, ben je een profeet? I said, no. Ik zeg, nee. Then why did you come to my city? Waarom ben je dan naar mijn stad gekomen? And now you put all these posters. En hang je al die posters op. And people are going to show up. En mensen komen straks hier. And they're not going to get healed. En dan worden ze niet genezen. And they're going to blame me and the church. En ze gaan mij de schuld geven aan de kerk. And I said, why are you so upset? Your church is already dead, I said. En ik zei, waarom maak je zich druk? De kerk is toch al dood. When was the last time you went to the church? Wanneer bent u voor het laatst in de kerk geweest? I've been seeing you every day in this house. Ik heb u elke dag hier thuis gezien. That didn't go well with him, you know. Dat ging ook niet helemaal goed. He said, I prohibit you. Hij zei, en ik verbied je. For praying for the sick. Om voor de zieken te bidden. You, if you want, you can preach, but that's it you're gonna do. Als je wil, mag je, maar als je prediken, maar dat is het. Je doet niks meer. Sir, all right. Ik zeg, oké, maak je zich niet druk. I had a book called How to Be Born Again by Billy Graham. Ik had een boek. Genaamd Hoe Wederom Geboren Te Worden. First Billy Graham. First day I preached that book. En de eerste dag heb ik het boek gepredikt. How to be born again. Hoe wederom geboren te worden. Maybe 4 or 5 people came and got saved. Er waren zo'n 4 or 5 mensen die kwamen en die werden gered. I just preached and got home, went back to the place where we were staying. Ik had gepredikt en ging naar huis op naar de plaats waar we verbleven. Second day came. En op de tweede dag. I was a little more excited. Was ik een beetje meer opgewonden. Oh, I preached and preached and preached. En ik predikte en predikte en predikte. These people didn't know who I was. En weet je, die mensen wisten toch niet wie so ik was. They were receiving from me. Dus die konden ontvangen. So I got all happy. Dus ik werd helemaal blij. And I forgot. En ik was vergeten. The pastor was not in the church. En de voorganger was er toch niet. He was staying home. Hij was thuis. So I forgot that he told me not to pray for the sick. Dus ik was ook een beetje vergeten dat hij had gezegd om niet voor de zieken te bidden. En toen had ik een oproep Anybody gedaan. Sick here? Als is er hier God iemand ziek? God is going to heal you today. God gaat u genezen. Nobody moved. Niemand bewoog. And when nobody moved, I got bolder. En toen niemand bewoog, toen werd ik vrijmoediger. Because I'm like, okay, now it's my chance. Nobody's sick. Let's talk loud. Toen denk ik, oké, nou, er is toch niemand ziek. Laat me een beetje harder praten. Anybody, I don't care what your problem is. Is er iemand? Het kan me niet schelen wat je probleem is. Wie je bent. I've learned if people don't come in the beginning, they don't come later either.
Weet je, ik had al geleerd, nou ja, als mensen de eerste keer ook niet komen, dan komen ze later ook. And those who come later, they don't know if they're gonna get healed, so you can work with their unbelief, you know. En die later komen, die weten ook niet zeker, dus dan kan je zeggen, nou ja, die hadden niet geloof. So nobody moved. And I dus got, niemand bewoog. I mean, I got more violent. Dus ik werd steeds vrijmoediger. God is here. He's going to heal you. God is hier. Hij gaat je genezen. And I was about to dismiss the service. En ik was bijna klaar om de dienst af te sluiten. All the way in the back of the auditorium. En helemaal achter in de zaal. An old lady. Een oude dame. In her late 70s. En ver achter in de 70. I knew because I asked her how old she was. Ik weet het, want ik heb haar gevraagd. She was 79 at the time. Ze was 79. She got up. Zij stond op. So I thought, okay, she won't leave. Dus ik denk, oké, ze gaat weg. But she looked for the usher. Maar ze was op zoek naar een usher. And my ushers, they didn't know anything, but they knew how to bring this woman up front. Maar mijn ushers wisten helemaal niks, maar ze wel hoe ze die vrouw naar voren moesten helpen. You know, usually they're like water, and they won't even look at you. Meestal zeg je dan van een beetje water, en ze kijken je niet eens aan. But now the moment that old lady got up, they all ran towards her. Maar zodra die dame opstond, renden ze er allemaal op af. And they gave the hand to her. En ze gaven haar een arm. And I'm looking at her. En ik kijk naar haar. And she started walking. En ze begon te lopen. And I said, oh my goodness. En ik dacht, oh mijn hemeltje. Dear Lord. Help me. What in the world? Wat is she dit? She is old. Ze is oud. And I know that everything is shaking and hurting. En ik weet, alles schudt en doet pijn aan haar. I think maybe she got, you know, diabetes. Misschien heeft ze wel suikerziekte. She got blood. You know, high blood pressure. Misschien heeft ze wel hoge bloeddruk. The way she's walking, maybe she got arthritis. Misschien zoals ze loopt, nou, ze kan ook arthritis hebben. I'm like, Lord, she's old. Nou, jeetje, die is oud. And I'm like, I wish I had somebody else, you know. En ik dacht, nou, ik wou dat ik ook iemand anders hier had. And then she's walking slowly. En ze wandelt heel langzaam naar voren. She comes up on the front. En ze komt naar voren. And I've seen other preachers do that. I'm just copying them. En ik heb andere predikers dat zien doen. Ik dacht, nou, dat doe ik ook. So I lean a little bit towards her. Dus ik buig een beetje naar voren. And I said, Mama. En ik zeg, Mama. What is your problem? Wat is er aan de hand? I'm speaking in the microphone at that time. En ik spreek in de microfoon. I said from this direction, from her. She was standing like this. I sat from the left side. En ze draaide zich zo. En ik begon aan de linkerkant. And she turned like this. En ze draaide zich zo om. And she said, I'm blind. Ze zei, ik ben blind. And when she said, I'm blind. En toen ze zei, ik ben blind. I went deaf, dumb and blind. Werd ik doof, stom en blind. I did not know what to do at that moment. Ik wist niet meer wat ik moest doen. I froze for a moment. I said, Lord, ik come froze on. Zo wat. Ik zei, hier. And suddenly I remember that pastor. En plotseling dacht ik aan die pastor. Who said, you should not pray for the sick. Die zei, bid niet voor de zieken. I said, I'm a dead man today. En ik dacht, oh, nou hang ik. And my team members, they were looking at me. En mijn teamleden, die keken me aan. You know how they gave that dirty look? Weet je wel hoe ze je afkeurend kunnen aankijken? Some was, sommigen, zucht. Told him not to do this. Ik heb hem gezegd dat niet te doen. And there was this old man. I'm insect Lord, break his arrogance. En dan die oude man die zei altijd zei, Heer, breek zijn arrogantie. I looked at him. I said, you. Ik keek naar hem en ik zeg, jij. You lay hands on her. Leg haar de hand op. Man, he got mad at me. Man, die werd boos. Gave a dirty look. Keek me afkeurend aan. Started crying. Begon te huilen. Laid hands. Lag echt haar handen op. I knew she's not getting healed. Ik weet wel dat ze niet genezen wordt. We've never seen any miracle in our own ministry. We hadden dan nog nooit een genezing gezien. Every hands of my team members that were available was laid on that woman. Alle handen van mijn teamleden die beschikbaar waren gingen haar kant uit. And then I laid my hands too. En toen legde ik haar ook de handen op. I knew she's not gonna get healed. Ik wist toch al dat ze niet genezen zou worden. But what I was doing was I was planning for the future, you know. You got to be careful. Maar wat ik deed, nou ja, ik plande wel natuurlijk voor de toekomst. I thought when I go back. Ik dacht, nou, als ik nou weer weg ga. These all gonna jump on me, these people. They said, I told you. Dan gaan ze allemaal met me beginnen van, ik heb je gezegd. And I can tell them like, you also tried, nothing happened. Dan kan ik wel zeggen van, jullie hebben allemaal geprobeerd voor haar te bidden. So now let's repent. En er is niks gebeurd. Together. Dus laten we samen ons bekeren. And ask God for more power. En laten we God vragen voor meer kracht.
So here I'm preparing myself. Dus hier was ik mij aan het voorbereiden. But I've seen other preachers do it. Maar ja, ik had andere predikers zien doen. After I got done praying for her. Dus toen ik klaar was om met voor haar te bidden. I said to her, I said, Mama. Toen zei ik tegen haar, Mama. Can you see? Kun je zien? That's a stupid question. Dat is een domme vraag. I have learned if the blind people can see, you don't have to ask them. Ik heb geleerd als blinde mensen kunnen zien, hoef je ze niet meer te vragen. She opened her eyes. She said no. Ze opende haar ogen en ze zegt nee. She was blunt. Ze was ook direct. You know how we are, right, in the church. Je weet wel hoe we zijn in de kerk. How do you feel? It's getting better. Hoe voel praise je? God. I'm getting healed. Het wordt beter. Ik word genezen. 20% better, yeah. 20% beter. Oh, you're lying. It's still there. Je liegt wel, maar 20% beter zeg je dan. And she's like, no. Maar zij, nee. Ik zie niets. So I have a real situation. Nou heb ik echt een probleem. So I started coming up with charismatic trip. Dus ik dacht, ik een charismatisch trucje inzetten of zo. Okay, I'm gonna find a bottle of oil. Okay, ik ga wat olie halen. And I'm gonna bless that oil. En ik ga het zegenen. And tell her to put on her eyes every day. En ik ga zeggen elke dag over je ogen smeren. But there was no oil. Maar er was helemaal geen olie. We didn't bring no oil there. We hadden helemaal geen olie meegenomen. So I thought maybe I'll take a handkerchief. Toen dacht ik misschien wel een zakdoekje. Because the Bible says that handkerchiefs were taken from Paul's body. Want de Bijbel zegt dat de zweetdoeken van Paul's lichaam genomen werden. I had a dirty handkerchief. Dus ik heb wel een vuile zakdoek. I said maybe I'm gonna bless this handkerchief. Ik dacht nou misschien kan ik daar dan voor bidden. I've already wiped my sweat by it. Want ik had me al de zweet al afgehaald. So the anointing is already transferred. Dus die zalving is al overgebracht. And then I'm gonna lay it and tell her to put it on my eyes every day. Dus dan kan ze het elke dag op haar ogen zetten. While I was thinking these tricks, terwijl ik zo een uitweg bedacht, the Holy Spirit came upon me again, kwam de Heilige Geest weer over mij. And said to me, en die zei tegen mij, clearly, duidelijk, I never heard him like that before. Ik heb hem nog nooit zo ervaren. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Ga de gehele wereld in en predik het evangelie and tot elke. And these signs will follow them that believe. En deze tekenen zullen de gelovigen in volgen. My name they will cast out devils. In mijn naam zullen ze boze geesten they uitdrijven. Will lay hands on the sick. Ze zullen handen opleggen and op the de zieken. Sick will recover. En ze zullen genezen worden. They will speak in new tongues. Ze zullen spreken in nieuwe tongen. Quoted the scriptures. En hij herhaalde de Bijbeltekst. And in a moment I was a changed man. It's very hard to explain it. En plotseling was ik een veranderd mens. Het is heel moeilijk om het uit te leggen. Here I was, few moments ago. Net was ik daar nog. Coming up with a trick to send her back. En ik dacht, hoe kom ik hier uit? And now here I'm standing. En plotseling stond ik daar. I'm trying to doubt, but I can't doubt. Ik probeer te twijfelen, maar ik kan niet twijfelen. Strange feeling. Een heel raar gevoel. So I said to her, I said, dear mama. Ik zei tegen haar, lieve moeder. I'm gonna lay hands on you again. Ik ga je de handen opzetten. And when I do that. En als ik dat doe, God will open your eyes. Zal God je ogen openen. And I grabbed her. En ik pakte haar vast. Covered her head with my hands. En ik hield haar hoofd vast met and mijn started handen. Praying. En ik begon te bidden. And when I did that, en terwijl ik dat deed, suddenly the Holy Spirit fell upon her. Viel de Heilige Geest plotseling and she op haar. Started shaking. En ze begon te schudden. And out of her mouth came beautiful tongues. En uit haar mond kwamen mooie tongen. She'd never been in a Pentecostal church. Ze was nog nooit in een Pinkstergemeente geweest. She went to this dead church. Ze ging naar een dode kerk. Maybe a couple Sundays a year. Misschien een paar zondagen per jaar ging ze heen. But here she is shaking and speaking in other tongues. Maar daar stond ze. Ze stond te schudden en sprak in nieuwe tongen. And when she opened her eyes, en toen ze haar ogen opende. I didn't have to ask her, ik hoefde haar niet meer te can vragen. You see? Kun je zien? She jumped. Ze sprong. She grabbed me by my neck. Ze viel me om de nek. Hugged me. En omhelste mij. Screamed. En schreeuwde I uit. I can see. Ik kan zien. I can see. Ik kan zien. I can see. Ik kan zien. Amen. Amen. And we both rejoiced that day. En we verheugden ons beide die dag. I started shouting, it works. En ik begon te it works. Het werkt. And I looked at that arrogant the preacher, the old man. I said, it works. En ik keek naar die arrogante man en ik zei, het werkt. I looked at the team members, it works. En ik keek naar de teamleden en ik zei, het werkt. And they all said, we knew it works. En ze zeiden, we weten wel dat het werkt. Praise the Lord. Prijs de Heer. But I just shared this with you. En waarom deel ik dat met u? So that you understand. Zodat u begrijpt. That not everybody had a great beginning. Dat niet iedereen een geweldig begin heeft. The struggle can be real. De strijd was echt. But the key is in trying. Maar de sleutel zit hem in het
proberen. The key is in taking risks. In het uitstappen en risico nemen. The key is taking the passion of Christ in us. En de sleutel is de passie van Christus in ons te hebben. This is end times. Ik zei eindtijden. We are the generation. Wij zijn de generatie. That will witness the return of Jesus Christ. Die de wederkomst zullen ervaren. You say, well, how is it possible? Nou, hoe is het mogelijk? Well, look at the signs. Kijk naar de tekenen. Look at the signs. Kijk naar de tekenen. The world de wereld is about to end. Is staat op een end. Amen. Amen. I really believe that. Dat geloof ik. But we have the opportunity right now. Maar we hebben wel de gelegenheid. To be a part. Om een deel te zijn. Of the greater dream of Jesus himself. Van de grotere droom van Jezus Christus. You say, well, how can I become a part of this great dream? En dan zeg je misschien, hoe kan ik daar deel aan hebben? I think I can never preach. Ik denk niet dat ik kan prediken. Yeah, you can share the gospel. Maar je kan het evangelie wel delen. But you know what? Maar weet je wat? We become a part of a greater vision. We worden deel van een grotere visie. When we come together as one team. Als we samenkomen als één team. And we reach out to our treasures. En wij strekken ons uit naar onze schatten. Oh, and we become a part of missions. En we worden deel van zending. This church. Deze kerk. Your church. Uw gemeente. Is a place. Is een plaats. Where missionaries are sent. Waar zendelingen uitgaan. Where your own pastor. Waar je eigen voorganger. Has entered into a new realm of his ministry. Where he's impacting the world. Een nieuwe gebied van zijn bediening is ingestapt. Waar hij de wereld impact. Think about it. The group of people that is here today. Denk aan de groep mensen die hier zijn vandaag. If every one of us came together with one goal, one desire. Als we allemaal met één doel samenkomen. With a heart of sacrifice. Met een hart van een offervaardig hart. And say, you know what? I'm going to not only pray. En we zeggen, ik ga niet alleen maar bidden. For souls. Voor zielen. I'm going to go out and preach. Maar ik ga ook het evangelie aan ze brengen. But also I'm going to become partner. With Pastor JJ. Ik word ook partner met Pastor JJ. And become a part of a global evangelism and the ministry. Ik word ook deel van een wereldevangelisatie. One man can't fund the gospel. Eén man kan niet het evangelie brengen. One man can't pray. Eén man alone. Kan niet alleen bidden. It takes a whole team to come together. Je hebt een team nodig die samenkomt. And this notion of tithing is not biblical, you know. En dit tiende, dat is niet alles. I think it need to start with 20%, 30%, to be honest. Je zou maar moeten beginnen met 20, 30%. And the government can take 45%, you know. Als de overheid 45% kan nemen. You say, well, if I give, you know, be a part of... I won't have anything. Let me tell you something. Nou, als je dan zoveel geeft, dan hou je niks over. I'm telling you something. Ik wil dit tegen u zeggen. You cannot outgive God. U kunt nooit meer geven dan God u geven kan. That's the honest truth. Dat is de eerlijke waarheid. But when we come together as one team, as one family. Als we samenkomen als één team, als één familie. Man, there's something that happens. Dan is er iets geweldigs wat gebeurt. So, I can never go to Nicaragua or no, the mosquitoes. Hij zegt ja, ik ga nooit naar Nicaragua of zo. That's fine. Dat is prima. But there is somebody else going to Nicaragua. Maar er is iemand anders die wel heen gaat. You don't have to go to online and find out. Je hoeft niet online te gaan zoeken wie dat is. You got a team right here in the church. Je hebt hier een team. And you go in that special, you know, grace of God to pray, to support. U gaat in die speciale plaats van God om te bidden, om te steunen. Amen. Amen. That's exciting, right? Dat is geweldig, toch? Where you can't go. Waar je niet zelf kunt gaan. Your prayers can go. Maar je gebeden kunnen wel gaan. Where you can't go. Waar je niet kunt gaan. Your money can go. Daar kan je geld wel gaan. Where you can't go. Waar je niet kunt gaan. You send somebody and be a part of that. Dan zend je iemand en dan ben je daar deel van. The reward comes to everyone then. Het woord komt tot ieder. So I encourage you, church. Dus ik moedig u aan, gemeente. Be a part of what destiny is. Wees een deel van wat destiny is. Change that attitude of, well, I come to church to receive. Verander de houding van ik kom aan de kerk om te ontvangen. Oh,
The worship was not the way I wanted it to be. Nou, de lofprijs was niet zoals ik wil dat het is. But good, we won't worship you either. Maar goed. We were not worshiping you. We waren jou ook niet aan het aanbidden. Huh? Toch? I don't like the worship. Huh? Ja. Did you notice that we didn't worship you? Heb je gemerkt dat we niet jou aanbidden hebben? Do you need a newsflash? Even nieuwsflash. Well, I'm gonna go get the word. Nou, ik ga het woord halen. I need to be fed. Ik moet gevoed worden. I think it's time to take those, you know, bottles of milk from our mouth. Ik denk dat het soms tijd is om die melkflessen weg te doen. Get rid of the pampers. En de luiers weg te doen. And grow up. En volwassen te worden. You know, and say, I go to church because I got something. En dat je zegt, ik ga naar de kerk, want ik heb ook al iets. I'm a part of a greater desire, greater vision. Ik ben deel van een groter verlangen. That I'm not just here to receive, but I'm here to give. Dat ik hier niet alleen ben om te ontvangen, maar ook om te geven. I'm giving myself to this vision. En ik geef mezelf aan. I'm giving myself for pioneering. En ik geef mezelf aan die visie om te pionieren. You know, a man came to me and said, "Well, you can have my money, but I need to know where it's going and control it." I said, "You can keep that money." Iemand kwam naar me toe en zei, "Nou, je kan wel wat geld van me krijgen, maar ik moet weten waar het heen gaat en wat het allemaal doet." En toen zei ik, nou, dan mag je het lekker houden. You don't trust me, you don't need, I don't need als je mij niet vertrouwt, dan moet je het gewoon houden. I don't need. Dat heb ik niet nodig. He was taken by surprise. En hij was een beetje verbaasd. Now, I could have like, okay, brother, I'll show you, but you know what it is. Ik had natuurlijk kunnen zeggen, ja, tuurlijk, broeder, ik kan het je laten heart zien. Is not right. Maar je weet wat erachter zit. Zijn hart is niet goed. His heart is not right. Zijn hart zat niet goed. But with this many people, man, we can change Holland. Maar met zoveel mensen kunnen we Nederland veranderen. Think about it. Denk eraan. Think about it. Stel je dat we voor. We can change West Indies, Caribbean. We kunnen een Caribisch gebied, Centraal-Amerika, Zuid-Amerika. Prayers. Gebeden. Support to the missions. Ondersteuning voor de zending. Just brings us to the new level. En het brengt ons naar een nieuw niveau. Not only that. Niet alleen dat. When we pick up the mantle ourselves and we move forward. Wanneer we de mantel oppakken en verder gaan. It changes everything. Verandert het alles. Let's stand on our feet. Laten we op onze benen staan. Thank you, Jesus.